denk dat je als publiek weinig voorstelling hebt bij hoe het is als muzikant om het podium op te gaan. En dat blijft iedere keer weer, zoals iedere show bijzonder is, blijft dat hier bij de Vrienden van Amstel ook. Dat explosieve korte optreden voor zoveel mensen blijft iedere keer weer even bijzonder. Ik denk dat Bluff wel het prototype is van hoe je het samen lang kan volhouden. Dat is wel iets om tegenop te kijken. Hoe vaak hebben jullie eigenlijk bij Vrienden van Amstel gestaan? Nou, zitten we nou op dus 7, 8 keer? Nee, wel meer. Pas? Wel meer zijn. Ja, ik denk wel 10, 12 denk ik. Op zijn minst. Ja? We waren in ieder geval wel bij de allereerste hier in Ahoy. Dus dat was wel echt heel legendarisch. Welk jaar was dat? Weet je dat? 98. Dat was begin 99. Voor onze carrière een heel belangrijk soort speerpuntmoment. Ja. Want ik weet nog dat wij in overleg met de productie eigenlijk werden gesommeerd het kleine podiumtje in het midden van de zaal te gaan spelen. En de grap was eigenlijk dat toen we daar zo wat zou je doen inzetten voor het eerst voor zoveel mensen. Nou, toen was je plofte de zaal en dat was wauw. Weet je, ja. Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Ik mag met jullie spelen. Barry speelt met jullie en Iels speelt ook met jullie. Ja. Wat vinden jullie leukst? Ik denk zeker dat Bluff deze editie echt de beste vrienden zijn van allemaal. Want ze spelen met Ilse, ze spelen met Barry, ze spelen met Marco. Ik mag ook met ze meedoen. Ik wilde vooral heel graag met Marcel zingen. Ja, en ik heb ook echt gevoeld dat dat heel goed werkt. Die stemmen zo samen, dat is echt heel bijzonder uitgepakt. Hij heeft wel iets wat Norman ook heeft. Hij heeft dat openen en dat iemand die heel dicht bij zijn gevoel staat en die gewoon doet wat hij voelt. En dat is het mooie vind ik ook van Vrienden van Amstel, van die samenwerkingen die je altijd doet. En dat voelt het publiek ook en je ziet dat het publiek daar ook heel positief en te gek op reageert. En dan stijg je tot hele hoge hoogtes. Het was al snel duidelijk dat de pianobar terug zou keren dit jaar. Wat is er leuker dan de kleinste kroeg van Nederland? Dat is heel simpel. Twee kleinste kroegen van Nederland. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou. 2 jaar geleden zong ik Kleine Jongen bij de pianobar. En ik dacht, laat ik het vader-zoon thema erin houden. En dit jaar zing ik Papa van Stef Bos. En we zitten naast elkaar, maar we zeggen niet zoveel. Voor alles wat je doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Marcel die kruipt helemaal in dat liedje en die voelt iedere lettergreep. En het publiek voelt het ook. Het is echt gewoon, het is geen enkel moment van de avond zo stil als het moment dat Marcel papa zingt. Marcel is natuurlijk een fantastische zanger. Hij kan echt alles. Bij het Nederlands zingen is het nog helemaal niet zo eenvoudig. Maar als hij papa zingt, dat raakt me gewoon echt. Als in het Nederlands, als dat goed gezongen wordt, dan komt het aan. En dan snijdt het door je ziel. En hij heeft dat vermogen om je aan te spreken en je aan te raken. Ja, ik vind het mooi om daar heel vlakbij te zitten. En dan ook echt even van te genieten. 1 op 1. Ik vind het een heel mooi moment. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. Misschien ben ik geworden wat je helemaal niet wou. Steeds meer van jou.